Riedewald dus. Zeer makkelijk herkenbaar in ieder geval. Meteen. Zeer, eerste kans wellicht voor hem. Schot geblokt. Die ook kwijt is. Zeer. Schot van Zeer en Rochet. Zelfde kleur, geen ruimte. Younes bij, maar geen opzet. Dus mag dit door met Zeer nu. Raasen zou kunnen. Hij kiest meteen voor Dolberg. En Dolbergs eerste kans is daar. De kans zag. Dolberg. Dus Zeer. Langs Lucassen. Niet langs Lucassen. Weghorst heeft onder die druk uitspelen als maar twee mannen doen. Zeer. Haps. Zeer. De bal gezet door Weghorst. Daar lijkt het allemaal wel mee te gaan. Even timed goed. Klaassen. Dan ligt er wat ruimte. De wijze moet zo zijn. Zeer. Zeer. Door Web. Graven. Zeer. Younes met een gelukje. Zeer. En uit de klus net niet bereikt. Weg. Komt Lucas er tegen. Die komt Zeer tegen. Maar de verzorging nodig heeft. Dolberg in een harde botsing met Lucassen. Ik denk dat middenvelder van AZ van geluk mag spreken dat hij er zonder kleren scheuren vanaf komt. Moeizame wedstrijd voor de ploeg van Bos. Nu natuurlijk even zo kijken hoe het met Zeer gaat. Ook nog niemand direct warm. Een al te gelukkige blik. Zeer. Klaassen. Daardoor Younes. Klaassen. Zeer. Goal weer net niet lekker. Zinkgraven. Oeh, best fraai. Zeer. Zo. Johansson. Die krijgt een kaart. Geel. Het is op de bal. Eerst de panna, maar valt de bal ertussen. Zeer kan door naar Younes. Zeer wint. En een overtreding van Rienstra. Zeer. Legt hem in de handen van Rochet. Zal niet te bedoeling zijn geweest. Younes is nog een man kwijt. Paasje op Zeer. Schot van Zeer en de redding van Rochet. De beste poging van Ajax in deze wedstrijd. Gepakt door Sergio Rochet. Zeer. Lekker. Zeer. Schöne. Steeds groot, maar Van Boekel komt er even bij staan. Hij legt uit waar die bal mag liggen. Het is een eind. Meer dan 30 meter tot het doel voor Hakim Ziyech. Toch de poging. Beetje de enige met doelpogingen in deze helft. Zeer, Klaas kiest positie. Ik hoop dat het zoeken was naar Klaas.
Ja, dat had hij toch door, maar hij is de bal wel kwijt. Ziyech. Nog steeds klaar. Klaassen. Een paasje op Ziyech was het idee. Ziyech. Traoré vrij. Haps. Is uiteindelijk Ziyech ook niet de paas. Klaassen. Ziyech. Younes kan zo meegeven. Gesust door de scheidsrechter. Ze heeft pijn. Ziyech zocht Dolberg hier. Ziyech. Dus loopt Ziyech ook maar weg. Even overleggen. Dat is een Schöne. Over de muur. Rochette. Zientjes. Rintjech. Ja. Wat de vraag is, wat doen we nog? Wie gaat eruit? Ziyech. Cascera. Cascera net naast. En dan valt hij nog voor Ziyech. Schot geblokt. Zinkgraven. Van beide. Maar goed, opeens was daar dus weer AZ. Met eerst al een dubbele wissel aan. Rochette. Een dubbel in dit geval betekenend. Oh, oh ja, Baksenveld. Het ging eraf, dus kwam Traoré al naar de kant. Maar ja, het ging om de nummer 9 van AZ, de doelpunt te maken. Weghorst, die gaat eruit. En de nummer 9 van Ajax mag blijven staan, want de nummer 22 gaat eraf. Hakim Ziyech.